Vlog 49, beleef Bemmel, Henk en Frans komen langs. Henk, ik voel gastvrijheid hier. Waar zijn we? Weer de dorpsstraat. We gaan naar Daddy Giorgio, we gaan naar Ahmed. Het is hier altijd supergezellig. Maar zijn verhaal ken ik eigenlijk niet. En dat gaat Ahmed ons denk ik nu wel vertellen. Ik ben benieuwd. Tot zo, Henk. En we zijn binnen bij Da Giorgio, het restaurant hier in Bemmel. En treffen aan. Ahmed Bakkertje, getrouwd, 2 kinderen, woonachtig in Arnhem. Perfect. Mag ik Ahmed zeggen? Jazeker. Ahmed, fijn dat we bij jou te gast mogen zijn. Toch wel een hele markante plek hier in Bemmel heb je verworven. Kun je iets vertellen over je bedrijf? Wij zijn een Mediterraans restaurant. Nadruk ligt op Italiaans. We werken met verse producten, verse pastas. Dat is het eigenlijk een beetje. Geweldig. Ja. Ik zag op jullie website, mooie website trouwens, dat jullie arrangementen doen. Ik weet dat jullie een hartstikke fijn terras hebben. Kun je iets vertellen over de mogelijkheden die mensen bij jou hebben? Wij hebben een vrij uitgebreide kaart. Voor groepen hebben we eventueel een high wine. En als er vraag komt, dan hebben we eventueel high tea. En als ze verder als ze zeggen van we willen toch iets anders, aan de hand van hun wensen, kunnen we een menu samenstellen. Ja. En voor kinderen betreft proberen we gewoon eigenlijk à la minute op in te spelen. Waar ze zin in hebben, wat ze graag willen eten. Leuk. Laten we gewoon iets maken bij de chef. Ahmed, wat wil je uitstralen? Want je hebt wel een bijzondere uitstraling, maar ik hoor het graag van jou. Want het is meer dan alleen maar koken en opeten hier. Het gaat om een stukje gastvrijheid. En eigenlijk als het ware totale plaatje op het moment dat je binnenkomt, dat je gewoon eigenlijk thuis komt. En tijdens het verblijf, gedurende het verblijf, dat je gewoon ook op je gemak bent. Het gaat niet alleen maar om eten, het gaat meer dan om eten. Het gaat een stukje service, gastvrijheid waar we het over hadden. En tegelijkertijd ook lekker kunnen eten natuurlijk. Ja, ik denk dat iedereen kan bevestigen dat dat element gastvrijheid, je welkom voelen, perfect georganiseerd. Dank je. Ahmed, we staan hier op een plek waar we ook mooi zicht hebben op de plek waar alles gemaakt wordt. Kun je vertellen welke knappe kop daar staat? Dat is mijn broer en tegelijkertijd ook mijn chef. Oké. Hij regelt eigenlijk alles wat betreft in de keuken achter de scherm gebeurt. Perfect. En ik ben degene die hier aan de voorkant alles regelt. Wij doen het eigenlijk met z'n tweeën. Heel leuk om te horen. Je zit hier aan de Dorpstraat, Ahmed. Hoe bevalt de stek jou? Tot nu toe prima. Eigenlijk hadden we gewoon meer centraal liggen, maar goed, hier in Bemmel is alles een beetje verdeeld over de hele dorp. Ja. Maar goed, tot op heden zijn we gewoon goed te bereiken. Ja, ik zie ook vaak dat jullie gewoon vol zitten. Dat mensen weten jou goed te vinden. Gelukkig wel. Na zoveel jaar hebben we best wel wat bekendheid. Je zegt na zoveel jaar. Hoe lang bestaan jullie? We bestaan inmiddels al 9 jaar. We gaan richting de 10 jaar. Feest volgend jaar. Feest volgend jaar, ja. Wij vinden het ook leuk, Ahmed, om iets te weten te komen over de persoon achter de ondernemer. Waar wordt Ahmed blij van in zijn vrije tijd? Waar word ik blij van? Graag breng ik mijn vrije tijd met mijn gezin door. Leuke dingen doen met hun. Ja. Daar word ik zeker blij van. Ja, dat blijft natuurlijk voor een ondernemer altijd een uitdaging om de balans te vinden tussen hard werken en rust met je gezin. Nou, ja. Hartstikke mooi om te horen. Dankjewel en tot de volgende vlog. Tot de volgende keer.